Yes, weekendvideo. We hebben er weer zin in. We zijn weer begonnen met filmen. Kijk eens even hier. Hoe die bliksem daar is ingeslagen. Wow, het beeld viel weg. Nu is het er weer. Even kijken. Even sensor afschakelen. Zo, dat is beter. Kijk, voor mij dan. Grappig jongens. Wow, na al deze regenbuien ziet het bos er nu zo uit. Op zich best wel mooi. We houden eigenlijk vier stukken bos de laatste maand. Misschien iets langer. Vier stukken bos goed in de gaten. Wat mij opvalt is de regengrens. Dat er toch op tientallen kilometers toch nog wel heel veel verschil in zit, zeg maar. En wat ons ook opgevallen is, is we hebben een bos gevonden met eigenlijk alleen maar dit soort bomen, zeg maar. En wat wij ook opvalt, is dat heel vaak op deze plekken knobbels boomhars te vinden zijn. Dus dat is ook wel grappig. Ik laat jullie nu een heel dicht stuk bos zien, wat ook wel heel erg interessant is. En wat na de regen natuurlijk nog veel dichter geworden is. Het was er allemaal platgeslagen, zeg maar. En nu is het eigenlijk, het gaat weer omhoog staan, zeg maar. En het ziet er heel erg mooi, heel erg groen uit, zeg maar. Mooi Nederlands luchtje erbij. We gaan eens even kijken, even dit smalle pad inlopen. Wow. Nog even wat extra informatie. Het gaat nou eigenlijk zo goed met de blikjes verzamelen. Want ik heb laatst in een video gezegd, misschien dat er nog meer video's komen, dat ik al het geld wat ik letterlijk van de street, dus van de straat afhaalt, dat gaat dus 100% naar de reclame voor mijn kanaal en mijn radiostation. En het is nou eigenlijk zoveel geworden dat we het eigenlijk niet meer bij kunnen benen. Dus dat er op het moment zoveel binnenkomt dat we het niet meer kunnen drukken. Qua drukpers, zeg maar. Daar komt het eigenlijk in grote lijnen op neer. Dus ik moet eigenlijk minder blikjes gaan zoeken. Maar de laatste paar dagen is het echt van de zotte, zoals een Belg zegt. Je vindt ze letterlijk echt overal. Zelfs gewoon, waar was ik laatst? In mijn vaste bos, zeg maar. Ik ging gewoon ergens zo'n stuk in en pats, 3-4 van die blikjes gewoon. Rond supermarkten vind je ze ook. Ik heb 6 vaste parkeerplaatsen die ik eigenlijk elke dag afga. Nou, letterlijk tientallen, vind ik. Nou, ik heb echt elke dag 2 hele grote zakken vol, zeg maar. Niet vuilniszakken, maar iets wat er een beetje tussen zit. Helemaal tot de rand. Dat is gewoon echt niet normaal meer. Wow, ik sta er eigenlijk zelf van te kijken. Toen dat statiegeld op blik ingevoerd werd, toen had je nog een mix van dat je nog steeds, de eerste 3 weken blikken vond op straat waar dus niks op zat. Ja, en nu kan ik echt dus, wat wil ik zeggen, voor bijna 100% zeggen dat wat je nu op straat vindt, dat bijna voor 95%, 95, 96% statiegeld is. Dus het is nou eigenlijk nog een maand afwachten. En dan is het echt cash verdienen eigenlijk. En nog wat. Wat mij ook opvalt is dat er heel vaak in het grensgebied, hè, rond Enschede zeg maar, blikken te vinden zijn die half-half zijn. Half Nederlands en half Duits. Dan vind je in de supermarkten heel veel Duitse blikken die ze daar gewoon achterlaten. Ja, die pak ik gewoon mee, dump ik in het karretje en dan zeg ik gewoon, het is voor Duitsland. Weet je? Dus dat is ook wel grappig eigenlijk. Had ik dit gedacht, dat het zoveel ging opleveren? Eigenlijk volmondig nee. Ik denk echt van iedereen gaat dat gewoon inleveren. Maar ze gooien het, ik wil niet zeggen net zo hard van zich af. Maar er ligt wel degelijk, als je de juiste plekken vindt. Als je de juiste plekken weet, vind je exact nog heel veel hoor. Dat is gewoon niet normaal meer. Wauw. Eventjes kijken. Hebben we nog meer informatie? We hebben nog informatie over de coördinaten. We weten niet helemaal welke standaard wij moeten gaan hanteren. We hebben een GPS-standaard, een coördinaat. Die wordt nogal veel gebruikt. We hebben een militair coördinaat, waar de normale mensen dus helemaal niets aan hebben. En we hebben een Google Earth-coördinaat. Dat is een beetje half-half. Ik schat zo 40%. Er is eigenlijk geen standaard coördinaat te vinden. Dus die iedereen eigenlijk gebruikt. Het is een beetje een mix van,
Ja, ik schat zo'n 5-6 verschillende coördinaten die nu gehanteerd worden. Dan heb je ook de Amerikaanse standaard, GLONASS, de Russen. Ja, aan het Nederlandse netwerk, wat eigenlijk samenkomt. Ja. Ik ga er nog eventjes heel goed over nadenken. Of dat we gewoon, maar dat gaat op het moment voor mij even niet, twee coördinaten gaan gebruiken. Maar dat is eventjes een privé dingetje voor mij. Ik denk als we het gaan doen, dat we gewoon de Google Earth coördinaat gaan hanteren. Dat lijkt mij het allerbeste, zeg maar. Ik hou jullie nog van op de hoogte, want ik ben er dus achter gekomen dat je op een vrij veld een plek kan vinden die eigenlijk, ja, hoe moet ik het hanteren, te grote van dit is, zeg maar. Dus als je hier een coördinaat aanmaakt, dan kan die eigenlijk in dit hele stuk zitten. Als die goed afgeëikt is, zeg maar. Dus het is eigenlijk qua 1, 2, 3 handen nauwkeurig. Nu al. En dat wordt binnenkort nog nauwkeuriger. Want ik heb gelezen op internet dat ze andere satellieten gaan lanceren. Met een speciale klok erin die nog nauwkeuriger werkt. En ja, mocht dat systeem vrijgeschakeld worden, dan wordt het waarschijnlijk tot op de millimeter nauwkeurig, wil ik niet zeggen. Maar toch wel echt binnen de aantal centimeters nauwkeurig. Dus dat is wel ja, heel erg vet eigenlijk. Even kijken. Dat was dus de informatie. Wow, het bos wordt hier echt super vet. Kijk hier, hoe dat licht er doorheen komt. Even kijken. Hier nog even. Oeh, wacht, wat is dit? Dit is helemaal platgeslagen. En daar heb je ook een mooie ruimte. Ik zit alleen heel even te kijken. Het is nog, sommige plekken zijn nog een beetje nat van de regen. Dus ik moet even uitkijken met de lens. Even kijken. Ja. Oh, nog wat. Wat ook best wel belangrijk is. We gaan misschien, niet via ons systeem, maar via een ander systeem, gaan we misschien een keer live zitten vanuit het bos. En dan zul je denken van, ja, maar als meneer honderden meters in het bos zit, dan heb je geen verbinding. We hebben iets kunnen regelen wat eigenlijk voor het radiostation is, waardoor we wel live uit het bos kunnen. Ja, en in een zeer hoge kwaliteit. Dus dat is eigenlijk wel grappig. Ja, daarover kunnen we eigenlijk niet te veel informatie prijsgeven. Maar ik hou jullie nog wel op de hoogte. Wanneer dat gaat gebeuren, geen idee. Maar het gaat wel een keer gebeuren. Dus dat is ook wel grappig. En dan, ja, dan zie je ons eigenlijk vanuit een heel dichte, vanuit een hele dichte rimboe. En dan hebben we toch glasheldere verbinding met de buitenwereld. Dus dat is ook wel grappig. Dus, wauw. Dat is wel kicken. Eens even kijken, want we lopen hier door een spinnenweb. Nu is die weg. Zo. Even kijken. Ja, en nog wat. We hebben een speciale, ook een speciale verbinding met de studio uitgetest. Ja, hoe moet ik jullie dat nou zeggen om niet te veel prijs te geven? Maar in ieder geval, we hebben een frequentie. Daar hebben we op uitgezonden. En dat hebben we eigenlijk gewoon in een dicht bos geplaatst. En ja, dat blaast letterlijk over meerdere steden heen. Met minimaal vermogen. Dus dat is ook wel kicken. Dus dat werkt eigenlijk zeer goed. Even kijken, wat is dat? Oeh, kijk dit. Die boom daar. Die omgekikt is. Weet je wat wij gaan doen? We gaan dit stuk teruglopen. Kijken. Moet ik alleen eventjes checken, want is dat dit? Ja, dit is dit gebied. Dat was, herken ik nog van vroeger. Ik was, even kijken of jullie dat zien. Ja, ik was daarachter. Dus die bosrand die je dus daar ziet. Daar heb je dus twee bomen. Dat zijn dus die. Daar heb ik vroeger met mijn eerste camera, en dat was niet zo'n hele denderende kwaliteit, heb ik daar roofvogels kunnen spotten. Die zaten daar in de boom. Dus dat is ook wel grappig. Er is hier ook een stuk in dit bos waar ik regelmatig een klein jong reetje tegenkom. Ja, als je op de plek zit, zeg maar, en je blijft gewoon rustig zitten, je beweegt niet te veel, dan komt die tot op, ja, ik denk 7 meter in jouw omgeving, zeg maar. Dus tussen hier en die boom, zeg maar. En dan doet hij gewoon zijn eigen ding, hè? Gaat hij gewoon een beetje ja, wat gras eten en al die dingen meer.
En ja, zo gauw je eigenlijk stil blijft staan. En ja, als je heel iets beweegt in een soort van... Ja, hoe moet ik het zeggen? Niet, in ieder geval niet staan. Maar als je een beetje voorover buigt in een soort van hondachtige stand, zeg maar. Ja, dan schrikt dat beest helemaal niet. Dat is ook wel apart eigenlijk. Even kijken. Wat is dit? Oh, dan gaat het weer waaien. Kijk dan. Oh, dat zijn echt mega joekels van bomen die hier staan. Moet je dat zien? En hier ook nog eentje. Heel grappig dit. Oh, kijk, dit is afgeknakt. Dat is al een... Dat is nog niet zo heel lang geleden gebeurd, zeg maar. Schrijf even iets onder de video wat jullie van deze rand vinden. Ik vind hem super mooi eruit zien. Even kijken, dat was weer een druppel. Hier is echt letterlijk alles afgeknakt. Dus je ziet wel dat de mensen af en toe doorheen wateren hier. Hé, hey, kijk. Ze zijn rijp. Zie je dat? De bramen. Dus dit zal ook nog maar een paar dagen duren voordat deze rijp zijn, zeg maar. Oh, ik heb laatst bramenstruiken gevonden. Ik heb al wat coördinaten gemaakt. Dat was aan de zijkant van de stad. Een beetje in een soort van stadsparkje. Oh, daar stonden mijn struiken, jongen. Zoals dit, wat je hier ziet. Allemaal bramen. Niet normaal meer. Even kijken. Je hebt daar ook nog een vette rand. Oh, kijk dan, die beschutting hier. Dat is echt wel vet. Gaan we hier nog eventjes naartoe. Ja, ik dacht dat het lekker weer werd. Maar er staat niet heel erg veel wind. Tenminste, op grote hoogte wel. Maar hier bij de grond is het eigenlijk bijna windstil, zeg maar. En als er dan een klein briesje komt, zoals nu. Zo gauw het iets beweegt, dan is het nog wat te doen. Maar zo gauw de wind helemaal wegvalt, is het gewoon... Ja, moet ik het zeggen, eigenlijk te benauwd weer. Zelfs midden in de bossen hier nog. Terwijl je hier eigenlijk wel zuurstof genoeg moet hebben. Ja, eens heel eventjes kijken of ik een test kan doen. Of ik die dennenappels daarboven kan spotten. Of wat er ook aan hangt. Even kijken. Hangt daar wel wat aan? Nee, ik zie nog niks. Even kijken. Nou, het gaat wel behoorlijk tekeer, zeg maar. Oh, wacht. Helemaal bovenaan de top hebben we ze kunnen spotten. Daar hangen ze. Die zijn nog helemaal groen van kleur. Sorry voor het beeld wat ik niet helemaal stil kan houden. Oh, echt wel vet dit. Wow, we hebben nou eigenlijk een hoe moet ik het zeggen, een soort van vast ritme. Ik doe eigenlijk meer dan 8 uren. Ja, zeker meer dan 8 uren. Dat komt wel tussen de 9,5 uur. Hebben we eigenlijk een soort heel vast patroon die we eigenlijk afgaan. En dan hebben we in de avond ook nog ons vaste patroon, zeg maar. En dat hebben we nu al een paar weken, doen we dat die standaard aanhouden. En dat is eigenlijk super tof. Want kijk even hoe bruin ik geworden ben, zeg maar. Als je het klokje afdoet, zie je gewoon een witte band, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk meer buiten dan binnen, eigenlijk. Wow, dat is wel super vet eigenlijk. En eigenlijk voel je je lichamelijk steeds beter, omdat ik ook nog hele grote afstanden afleg. Van, vroeger was het van, als ik die 10.000 stappen maar haal, maar nu zitten we tegen de 33.000 aan af en toe. Dus dat is ook best wel heftig eigenlijk. Even kijken hier nog. Wow, die varens zijn echt mega hoog. Moet je dit zien? Hoe? Wow. En kijk dat Nederlandse luchtje hier. Heel erg vet. Even kijken. Oh, kijk, zelfs hier staat Paarse Heide. Maar moet je eventjes dit verschil zien hier? Met dit, de varens. Hier staat eigenlijk letterlijk alles door elkaar heen. Berk. Heel grappig. Alleen wat me wel opvalt is dat de nachten al best wel kouder worden, hè, de laatste tijd. Dat het toch nogal flink af aan het koelen is. Dus ik denk dat we de... Ja, de mooiste tijd van de zomer helaas gehad hebben. Maar goed, dan gaan we weer heel langzamerhand naar de wintermaanden toe. En die zijn ook wel mooi, maar er moet wel sneeuw vallen. En ik zie dat niet snel meer gebeuren eigenlijk, maar goed. Even kijken, zo. Zijn we er bijna weer uit. Dan moeten we wel een heel stuk omhoog lopen nog. Hopla, zo. Oh, gered.
Oh, kijk, hier. Paarse Heide. En wat een mooie plek eigenlijk met die zon. Met die zonnestralen erdoor overal. Moet je dit zien? Heel vet bos hier. Hoe dit mooi gesloten is. Eigenlijk best wel mooi dat ze dit niet wegknippen, zeg maar. Dat ze dit een beetje zo laten eigenlijk. Kijk, en dan heb je hier een hele mooie open plek, zeg maar. Waar je ook heel goed kan chillen. Met hele hoge bomen erbij. Wauw. Het is dat ik een hele goede conditie heb opgebouwd. Na al die stappen die ik zette de laatste maanden. Maar je mag eerlijk weten, dit valt niet mee. Hier naar boven lopen. Dat voel je echt wel. Even kijken. Hier nog door. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Die plek hier. Echt mega gaaf. Hier nog wat paarse heide erbij. Vogelgeluiden. En even nog wat informatie. Op die plek waar ik altijd die vogelgeluiden hoor. Waar ik ook wel vaak film. Daar is nu sinds 2 dagen. In de avonduren. Hoor ik wel weer vogelgeluiden. Alleen het is een heel stuk minder geworden als vroeger. Wauw. Wat de vogels daar in dat gebied hebben, weet ik niet dat ze opeens zo rustig zijn, maar het valt echt gigantisch op. Of het is misschien de tijd van het jaar dat ze geen geluid meer hoeven te maken. Ik denk dat dat wel is. En dan is het nog een paar meter en dan zijn we hier weer uit. Uit deze jungle. En dan komen we weer bij een gewoon pad uit. Zo, kijk dan deze hele vette beschutte rand hier. Jongens, moet je dit zien? Er moet meer van dit soort bos bij komen in het land. Schrijf even onder de video dat jullie dat ook vinden. Wauw, dat hele open bos waar je gewoon 300 meter van je af kan kijken, dat is gewoon, ik vind dat niet mooi. Ik weet niet, nou is het persoonlijk, maar goed. Sommige mensen vinden het wel mooi. Ik hou meer van dit soort bos. Kijk, dan kom je in een gegeven moment bij een open plek. Ja, zoals dit, kijk. Het ziet er wel mooi uit, ook met die stukjes ertussen. Maar ik ken ook heel veel bossen, die zien er zo uit met deze bomen. En dan heb je echt zoals dit hier. Open stukken. Ja, dat is wel leuk, maar je hebt geen camouflage om je heen. Dat is een stuk minder. Kijk, hier heb je die zaadcapsules allemaal zitten. En wat me ook opgevallen is, dat we de laatste tijd heel veel springkruid tegenkomen. En dat bij het springkruid in de zaadcapsules zeg maar 2 zaden in zitten. Eigenlijk bij elk ding zitten er 2 in. Dus dat is ook wel grappig. Daar zijn wij nou ook weer achter gekomen. Dus bij springkruid, als je het eraf haalt, het springt open, zitten er eigenlijk 2 witte zaden in. Dus dat is ook wel grappig. Wat is dit? Wauw, moet je dat zien? Wacht even. Oh, het is een hele lange stengel. Wauw, dat valt op in één keer, zo'n gele bloem. Heel erg grappig. Hier in de hele omtrek vind je geen gele bloemen, alleen op dat stukje. Wacht. Ik ga even hier rechts afslaan. Ik moet jullie ook nog wat laten zien. Want ik heb eigenlijk een heel mooi stuk gevonden. Wat in een soort dal en dan weer naar boven loopt. En ook op die plek heb ik eigenlijk jonge reetjes gezien. Dat is namelijk een stuk dat loopt helemaal het bos in. Kijk, en zou dit weg zijn, die camouflagerand wat je dus daar ziet, dan zou je eigenlijk letterlijk over 3 steden heen kijken eigenlijk. Dus dat is ook wel mooi eigenlijk. Ik zal dit stuk eens even in de wintermaanden in de gaten houden, als dat bijna helemaal weg is, dat stuk wat je dus nu ziet daar. Kijken hoe ver je hier van je af kan kijken. Dat is ook wel grappig. Wauw. Kijk eens even naar die grote bomen die hier staan. Wow, ik klaag niet snel, maar ik loop heel rustig en relax. Maar het is eigenlijk super zwaar. Maar dat komt puur door de hitte, zeg maar, die nu in het bos zit. Dus je moet echt wel rustig lopen. En het is de laatste paar dagen heel erg vies
klammig weer. Gewoon eigenlijk niet lekker om buiten te zijn. Maar ja, gewoon doorlopen. S'avonds kom je toch weer thuis. Oh, zo denk ik er maar over. Even kijken, dan moeten we even kijken. Het is denk ik daar in dat stuk. Als ik daar sta, heb je die rand naar binnen volgens mij. Even kijken of het kunnen. Zo, moet je die varens zien. Die beschutting. Als hier beesten onder zitten, en die zitten er denk ik ook wel, dan hebben ze een ideale dekking en beschutting. Door een planter. Eventjes nog een stukje verder lopen. Oh, dit is niet normaal meer. Kijk, in de wintermaanden kijk je gewoon helemaal van je af tot die gebroken boom. En dit is gewoon echt... Ja, ga hier 3 meter in, 2,5 en je bent gewoon niet zichtbaar meer. Deze hele vette rand. Yes, en we gaan deze video weer live schakelen. Dat we berichten gaan beantwoorden voor het weekend. Jongens, prettig weekend. We genieten er weer van. Oh, moet je die rand zien daar. En kijk eens naar die vette hoge bomen. Dit ziet er echt heel erg vet uit. Oh, hier is het al. Dit bedoel ik. Moet ik even rustig zijn. Want het kan zijn dat daar wild staat hierachter. Nou, dat zal me denk ik al lang gehoord hebben. Kijk, dit is zo'n wild spotplek. Deze plek die hou ik al een hele poos in de gaten. En daar op dat stuk. Dus tussen die boom en daar. In die hoek daar. Stond een keer een ree stond daar te grazen op die plek. Dus ik heb ook het idee, ik kan het vanaf hier niet zien, maar dat die dus niet, want daar ga ik dus niet vanuit, via dit pad hierheen komt, want dan moet je wildpaden zien. Maar ik denk dat daar achteraan ook nog een soort pad is, of een soort van ja, wildpaden, die daarop uitkomen. Jongens, kijk even naar de plek. Dit ziet er echt heel vet uit. En het mooiste van alles is, je hebt hier deze hele vette heuvel omhoog. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Deze bomen staan hoger. Dit is dus wat naar beneden loopt. Soms pakt de camera het wel en soms niet, dat hoogteverschil. En wacht even, wat zie ik nu? Kan ik hier over de stad heen kijken? Nee, net niet. Ik denk in de wintermaanden wel hier zo. Goed, eventjes een klein stukje verder lopen. Wacht, kijk, moet je dit zien hier? Oh, wacht, hij is overbelicht, de camera. Eén moment, ik zal hem even iets verder naar beneden draaien. Kijk, hoe dit eruit ziet. Zie je dat, hoe mega vet? Dan moet ik alleen even kijken of ik nu de informatie van mijn camera kan ophalen. Deze dacht ik. Ja, dan moet hij op 0.0 staan. Oké, hij is iets overbelicht, maar we lopen toch weer het donkere bos in. Kijk dit. Deze hele vette heuvel. En kijk even, luister goed naar mijn woorden, kijk even hoe vet de natuur hier eruit ziet. Deze hele vette omgeving. Zo, moet je zien hoe dit omhoog loopt hier. Kijk even naar deze heuvel hier. Ik zit nu op kniehoogte. Kijk even hier hoe dit naar boven loopt. Dit is op zich een hele vette plek. Ik heb meerdere vogelspotplekken hier in dit bos gevonden. En wat mij opvalt is op de hogere punten, dat daar ook vaak vogels zitten. Die zoeken denk ik de hogere punten op. Dit is ook wel vet. Dit is ook wel een vette plek. Heel gaaf. Ach, kijk. Hier heb je een soort van oude ingang volgens mij hier zo. Zie je dat? Je ziet duidelijk hier dat hier iets van een pad volgens mij gelopen heeft. Heel, heel vroeger denk ik. Maar je ziet nou hoe heuvelachtige structuur dit is allemaal. En je ziet het ook hier aan de regen, hoe dat hier gespoeld heeft. Even kijken. Oh, wacht. Wauw, ik ging bijna op mijn bek. Oh, kijk. Daar zie je de sporen waar ik bijna onderuit ging. Kijk even hier, jongens. Als het hier keihard gaat regenen, dan heb je hier één grote waterval in het bos. Kijk even naar deze vette beschutte rand hier overal. Jongens, ik wil bijna zeggen, we zijn klaar voor het Schwarzwald in Duitsland. Daar heb je het alleen maar dit soort stukken van kilometers bij elkaar eigenlijk. Dat is zo vet.
En heel veel jachthutten heb ik in Duitsland gevonden. Echt niet normaal meer, zoveel. Ah, nog wat. Ik heb een hele vette munitie gevonden. Een patroon van een jachtgeweer. Het is wel een knalpatroon, zeg maar hij is van plastic. Het hoedje onder is gewoon van metaal of staal. Of waar het ook van gemaakt is. Het slaghoedje. En de rest is van plastic. Dat is nu waarschijnlijk al de zesde plastieke kogel die ik gevonden heb. Dus het tikt aardig aan. Heel gaaf. En gewoon in Duitsland langs een maisveld stak er een klein stukje boven de grond uit. Ik denk, dit ziet er onnatuurlijk uit. Was het gewoon een kogel? Nou, hij is al wel afgegaan, dus dat is wel jammer eigenlijk. Maar goed, scherpen vind je eigenlijk bijna niet. Dat is echt heel zeldzaam dat je die vindt. Even kijken. Ja, ik moet het jullie laten zien. Kijk, dit is het. Ik ga gelijk een stuk harder lopen. Mooi is dat, hè? Even kijken. Dit stuk hier kwam ik laatst een man met een hond tegen. Die was hier aan het lopen. Dan heb je hier de roofvogelboom. Hier aan de linkerkant zo dadelijk. Deze plek heb ik aangemaakt als vogelspotplek. Precies daar, waar dit stuk is, zeg maar. Als je hier met de camera kijkt, dan heb je deze boom hier. Elke plek in het bos kennen we nou onderhand. Deze boom. En dat is een dode boom, kijk maar. En daar zit dus heel vaak de roofvogel in. Die is hier op jacht. Waarschijnlijk is hier met hagel ingeschoten geworden. Kijk maar. Ik weet niet precies wat het is. Heel vet. Hier heb je zo dadelijk een pad. Die loopt zo. Oh, moet je dit zien. Kijk dan naar dat licht wat hier doorheen komt. Dit is een hele vette plek. Deze plek is een van de hogere punten hier. En ik liep laatst vanuit die kant, liep ik hier zo heen. En toen zat het helemaal vol met allemaal kleine vogels hier. Helemaal rondomheen. Nu is het stil, maar ik denk zo dadelijk tegen de avonduren, of het is al ruim na etenstijd, Jezus. Dan zullen de vogels wel weer gaan piepen, zeg maar. Het kan zijn dat het gewoon te benauwd is, ook voor de vogels. Te warm. Nou, drinken hebben ze genoeg, want alles is helemaal vochtig van de regen. Dus het is ook wel grappig. En ik heb een plek gevonden met heel veel bosbessen. Dat is ook wel gaaf. Goed, wij lopen eventjes tot dit pad en dan gaan we de video ook weer beëindigen, want dan zit de kaart vol. Ik heb een hele vette videolamp gekocht voor een paar euro. Ik denk van nou, die zal het wel niet doen. Ik heb de accu opgeladen de hele nacht en het ding geeft behoorlijke hitte. Wow. En waarschijnlijk zit er zo'nzelfde voetje op wat gewoon hier op mijn camera past. Dus daar ben ik wel blij mee. Die neem ik een keer mee voor het bushcraften in het bos. Dat lijkt me ook wel vet. Alleen je moet het ding niet aanraken, want dan verbrand je echt je handen als dat ding 3-4 minuten aan is. Goed, ik ga de video zo weer beëindigen. We gaan nog eventjes een heel stuk door het bos lopen. Eventjes de 10.000 stappen aantikken. En dan gaan we ons klaarmaken voor de avonduren. Dan gaan we naar een ander bos toe. De zon staat nu nog te hoog. En dan gaan we daar eens eventjes een heel stuk lopen. Dan, we hebben er eigenlijk zin in. Om dat te gaan doen, zeg maar. Ik hoop dat het vanavond een stukje koeler wordt. Want dit is eigenlijk niet te doen. Goed. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Schrijf ook zeker iets onder de video. En we hebben het gevonden. Kijk eens. Springkruid. Wat ik jullie zei. Hier zitten dus. Als ze openklappen. Dat heeft hij dus nu gedaan. Er zitten dus twee zaden in. Wit van kleur, zeg maar. Die zijn er dus nu uitgesprongen. Maar dit is het dus. Springkruid. En even voor de informatie. In elk zo'n capsuletje hier zitten dus twee zaden. Goed, prettig weekend. Doei!